De tentoonstelling van Gogh's Intimi over zijn vrienden, familie en zijn modellen, dat zal een tentoonstelling zijn die heel veel bezoekers naar de stad Sertogenbosch trekt. JETS is dé data-universiteit in Den Bosch en we gaan een heel mooi experiment doen met het Noord-Brabants Museum. Wij zijn goed in experimenteren op het gebied van visualisatie en analyse van data. En we gaan samen met onze studenten bekijken wat is de impact voor de tentoonstelling voor de stad Den Bosch. Het belangrijkste onderdeel van het experiment is het werken met bewegingssensoren. Deze sensoren zijn ontwikkeld door Bisense, een start-up van Heijmans. En deze meten beweging op een anonieme manier. Dus deze sensoren gaan we plaatsen op allerlei verschillende plekken in het museum, in de tentoonstelling. Om een beeld te krijgen van waar zit nou beweging, waar zijn veel mensen, waar zijn minder mensen, waar zit de bottleneck, waar loopt het goed. Met de data die worden verzameld tijdens het project, kunnen we inzicht geven aan de stad wat het effect is van de tentoonstelling op de stad Sertogenbosch. Als Noord-Brabants Museum zeggen we met trots Sertogenbosch, cultuurstad van het zuiden. Maar met dezelfde trots afficheren we Den Bosch ook als dé datastad van Nederland. En in dit samenwerkingsproject tussen JETS en het Noord-Brabants Museum komen die beide werelden samen. Nou, dat vind ik geweldig.